Hallo, wat fijn dat je de tijd neemt om even naar deze video te kijken. Hoe bijzonder dat hoogsensitiviteit deel uitmaakt van ons leven. En tegelijk, wat een uitdaging om te leren dealen met de valkuilen die daarbij horen. Zoals bijvoorbeeld, die frustraties dat onze draagkracht verlaagt door die constante overprikkeling. Of het feit dat we onszelf helemaal weggeven om anderen te pleasen, waardoor dat we eigenlijk die verbinding met onszelf verliezen. En eentje die best veel voorkomt, de malle molen, het gepieker. Wat ons zo klein houdt en wat ons net remt om die persoon te zijn die we echt willen zijn. Wel, misschien is het voor u dan nu ook een absolute prioriteit om het leven optimaal te gaan benutten, net zoals ik dat doe. Wel, dan verzoek ik u om het e-book te lezen en om met die tips aan de slag te gaan. Ga eens kijken welke tools je nog kunt integreren in uw leven. Maak er tijd voor vrij en plan ze in. Doe ze. Leef het ook echt. Een e-book lezen doet namelijk niks voor u. Het gaat hem erom hoe we dit daadwerkelijk gaan toepassen en gaan integreren in ons leven. Dus ik wens u daar enorm veel succes mee toe en wij horen elkaar snel.